Opnieuw zijn dode dieren aangetroffen in het water van het Gelderse Diep in Lelystad. Het gaat om een kat en hond. Het is voor het eerst dat ook een dode hond is gevonden. Tot nu toe ging het alleen om katten. Het moet een van de groenste gebieden van Nederland worden. Het stadscentrum van Almere, waar mensen met veel plezier wonen, werken en recreëren. Dat staat in de ontwikkelvisie 2040. En het oudste restaurant van Lelystad staat te koop. Sorrento, de plek voor een Italiaanse maaltijd, bestaat al ruim 40 jaar. De twee eigenaren stoppen ermee en zoeken een opvolger. Het is vandaag woensdag 3 april en dit is Flevoland. Goedenavond. Opnieuw is het raak in het Gelderse Diep in Lelystad. In het water zijn gistermiddag een dode kat en een dode hond aangetroffen. Op diezelfde plek werden vorig jaar ook al tientallen dode katten in het water gevonden. Van meerdere dieren werd toen vastgesteld dat ze al dood waren voordat ze in het water terechtkwamen. Ja, daar schrok ik wel van natuurlijk, dat een hond gewoon in het water belandt en ook niet als vermist opgegeven of zo. De verbazing is groot bij Jan Staphorst als dinsdagmiddag twee dieren uit het water van het Gelderse Diep in Lelystad worden gehaald. Hij ontdekte beestjes al een paar uur eerder. Ik was de hond aan het uitlaten en we zijn natuurlijk best wel alert, hè, want het is natuurlijk de afgelopen maanden best wel veel gebeurd met katten. Dus je bent wat alerter als je langs de waterkant loopt. En inderdaad zagen we een kat bij de brug, dierenambulance gebeld. En nog geen vijf minuten later op een ander stuk, zo'n 100 meter hier vandaan, vonden we nog een kat. Althans, we dachten dat het een kat was, maar dat bleek dus een kleine hond in de grootte van een kat te zijn. Beide dieren zijn al in verre staat van ontbinding. De huid laat los, botten zijn zichtbaar, wat erop duidt dat ze al enige tijd in het water liggen. In de Lelystadse Boswijk verdwijnen vorig jaar tientallen katten, waarvan de meesten dood worden teruggevonden in het Gelderse Diep. De politie besluit in april vorig jaar om de incidenten te onderzoeken. Ook worden trapjes en touwen langs de waterkant aangebracht, zodat de dieren zelfstandig uit het water kunnen klimmen. Ook afgelopen maandag ziet Staphorst een kat in het water, maar dit beestje kan zelfstandig uit het water komen. Nu opnieuw dode dieren worden aangetroffen, legt Staphorst direct de link met vorig jaar. Is het iemand die ze erin gooit of zijn ze echt zelfstandig gewoon door allerlei capriolen in het water tegengekomen? Volgens buurtbewoner Dieneke Petersen kan het niet anders dan dat de dieren te water raken door menselijk handelen. Sinds december is mijn kat weg. Als nummer 28 van de vele katten dus die hier al verdwenen zijn. 28. En die meestal doodgevonden worden in het kanaal. Petersen komt dinsdagmiddag geëmotioneerd aangelopen als de dierenambulance net is vertrokken. Ze heeft in de buurtapp gelezen over de nieuw aangetroffen dode dieren. En ze baalt dat ze niet aan de medewerkers van de dierenambulance heeft kunnen vragen of het wellicht haar zwart-witte kat is geweest die nu dood is aangetroffen. Ik wilde eigenlijk even kijken, want je eigen kat herken je uit duizenden, ook al zijn ze al in verregaande staat van ontbinding. Maar helaas, ik was net te laat. En ik wil gewoon weten, is er mijn kat? Zodat ik gewoon weet, ik hoef niet meer om me heen te kijken als ik door de wijk rijd of als ik deze zwart-witte kat zie. Je houdt het toch bij je. Je denkt toch steeds van, hey, is het misschien mijn kat? Want je wil het gewoon eigenlijk niet geloven dat er iemand is die dit soort dingen doet. Almere wil het stadscentrum omtoveren tot een van de groenste gebieden van Nederland, waar mensen met veel plezier wonen, werken en recreëren. Dat staat in de ontwikkelvisie 2040, Natuurkrachtig, hart van de stad. Dat is een document waarin burgemeester en wethouders hun plannen over het toekomstige stadshart voorleggen aan de gemeenteraad. Stenen, stenen en nog eens stenen. Het stadscentrum van Almere is een van de meest versteende plekken van de gemeente. En dat moet anders. Als het aan het stadsbestuur ligt, moet er veel groen bij komen. Aan de ene kant gaat het over meer bomen en groen in straten, op pleinen. Maar het gaat ook over nieuwe plekken en parken, zoals een stadsweteringpark. Maar ook het vergroenen bijvoorbeeld langs de busbaan. Het gaat over een bospark op de zuidzijde als belangrijke nieuw park rondom de gebiedsontwikkeling al daar. Op de daken, aan de gebouwen. Dus het gaat over verschillende soorten beplanting. Het is ook belangrijk om diverse inheemse beplantingen dan ook toe te passen om die biodiversiteit ook te vergroten en sterk te maken. En eigenlijk zie je hier waar we nu staan ook een mooi voorbeeld daarvan, hè? Stadhuispromenade, waar met heel veel soorten beplantingen en bomen is gewerkt. En waar ook een koppeling is gemaakt met bijvoorbeeld waterberging. Nou, dat moet je je erbij voorstellen.
De ideeën en de plannen over het toekomstige stadscentrum zijn bedacht in samenspraak met verschillende groepen in de stad. Zoals ondernemers, studenten, scholieren en maatschappelijke organisaties. De ontwikkelvisie schetst eigenlijk een perspectief van een heel erg duurzaam, groen, hoogwaardig centrum van onze stad. En waar ook heel veel ruimte is voor cultuur, voor economie, maar ook voor vergroening. Dus eigenlijk over 16 jaar... Dan is er, als we terugkijken, is er afgelopen 16 jaar volop samengewerkt met de natuur, met de bodem, met het water. En zie je dat zowel in de openbare ruimte als op de gebouwen, in de gebouwen, er volop groen is toegevoegd. Ruimte voor waterberging, voor energieproductie, maar ook dat er gebruik is van natuurlijke materialen. Het is de bedoeling dat de vergroening van het stadshart gepaard gaat met de bouw van duizenden nieuwe woningen in het centrum. Ook zouden er meer kunstwerken in de openbare ruimte en culturele voorzieningen moeten komen. Wat de plannen gaan kosten, weet wethouder Maaike Veningen nog niet. Ja, dat is nu wat lastig te zeggen, omdat we op meerdere vlakken bewegen. Want we gaan heel veel woningen bouwen. Dat betekent vaak dat je hele stukken gaat ontwikkelen. En bij die ontwikkeling neem je over het algemeen ook de openbare ruimte mee. En wordt er dus ook groen aangelegd, andere dingen in de buitenruimte. En op die manier kun je het vaak in de plannen zelf verwerken zonder dat direct apart geld hoeft te kosten, omdat woningbouw ook geld oplevert. Het college van BW heeft bepaald van we gaan geen nieuw beleid maken, we gaan geen nieuwe plannen bedenken, want we hebben geen geld. Waarom dus deze plannen? Ik denk ook vooral dat we op een andere manier het kunnen bekostigen. Want er worden veel woningen ontwikkeld. Dat levert ook geld op. Het Rijk heeft dus geld beschikbaar. En op die manier kunnen we ook echt wel zaken bekostigen. Zonder dat we direct beroep hoeven te doen op geld uit de begroting. Morgen praat de gemeenteraad over de plannen. Oud-minister Arie Slob, die zich sinds eind vorig jaar inzet voor Lelystad Oost, heeft in Den Haag aandacht gevraagd voor probleemwijken. Dat deed hij samen met verschillende directeuren en burgemeesters uit het land. Slob wil dat de Tweede Kamer en de formerende partijen ook in de toekomst geld blijven geven. De belangrijkste boodschap die Slob over Lelystad Oost wil brengen is om te stoppen met het stapelen van probleemgezinnen in één wijk. Als je in één wijk verschillende soorten problematieken bij elkaar zet, dan wordt het ook lastiger om de bestaande problemen die al zijn goed aan te pakken. En dat is ook de boodschap die is uitgedragen. Zorg ervoor dat in de wijken ook de samenstelling van de wijken gemaleerd zijn. Dat je op het moment dat er problemen zijn, daar ook gerichte aandacht voor kan hebben. En als problemen groter worden, ja, dan wordt de aandacht voor de problemen die al zijn, wordt natuurlijk ook minder, omdat je je breder moet gaan opstellen. De politie houdt de kaken stijf op elkaar als het gaat om de explosieven die afgelopen donderdag voor de deur van een kapsalon aan de Neringweg in Lelystad zijn neergelegd. De EOD heeft de explosieven onschadelijk gemaakt en verwijderd. Een fotograaf is het vast te leggen dat in een doek of sokken nitraten en glas heeft gezeten. Ook zaten er elektrische wegwerpsigaretten bij. De politie wil ook niet zeggen of er een verdachte in beeld is. D66 in de Lelystadse gemeenteraad vindt dat omwonenden voortaan eerder betrokken moeten worden bij plannen voor nieuwbouw van een school. De huidige aanpak dat eerst de gemeente een keuze maakt is niet van deze tijd en laat kansen liggen. Dat zei D66 gisteravond bij de bespreking van de nieuwbouwplannen voor basisschool De Windroos. Omwonenden zijn tot nu toe niet gehoord, terwijl het college van burgemeester en wethouders al wel een voorkeur heeft uitgesproken voor één van de vier ontwerpen. Omwonenden vinden die aanpak verkeerd. De Windroos is één van de 8 schoolgebouwen in Lelystad. Die zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Een replica van het VOC-schip De Halve Maan is gisteren aangemeerd bij de Batavia-werf in Lelystad. Het schip ligt daar naast dat andere nagebouwde schip, de Batavia zelf. De gast blijft er tot 12 mei liggen. Met een aantal oorverdovende saluutschoten werd ze verwelkomd in Lelystad. Het VOC-jacht De Halve Maan. Het schip was op terugtocht vanuit Kampen, waar het een van de publiekstrekkers was tijdens het nautische evenement Sail Kampen. Nu maakt het kleine zusje van de Batavia een tussenstop. Batavialand heet De Halve Maan. Hartelijk welkom. Ja, fantastisch. De Halve Maan net aangelegd aan de steiger. Zometeen naast de grote zus te zien, de Batavia. Ja,
En echt lang op gewacht, hè? Nou, ik vind het heel erg leuk. Een mooie vragende replica naast onze grote Batavia. En dan het verschil te zien. En als ze zo aankomt door de sluis heen met alle vaandels erop en de vlag van Lelystad. Nou, hartstikke leuk. De Halve Maan is de enige VOC-replica die daadwerkelijk vaart. Het schip heeft al vele nautische mijlen achter de kiezen. En daar is de bemanning maar wat trots op, zegt Eduard Breen van Stichting Halve Maan. Batavia ligt en heeft altijd gelegen en wij hebben al 40.000 mijl achter de rug. Ja, zei hij met pretoogjes. Ja, precies. Een beetje jaloezie van hun. Ja. Dus altijd een rivaliteit. Maar dit is een prachtig schip, de Batavia. En de verhouding tussen een klein schip en een groot schip is precies de Halve Maan en de Batavia. He, er waren straaljagers en jumbojets. Dus wij zijn de straaljager in de 17e eeuw. En dat was een retourschip, een vrachtschip. Kijk. En vaart het schip ook als een straaljager? In de 17e eeuw waren we heel snel. De Halve Maan is qua formaat een halve Batavia, zeg maar. En dat viel ook de bezoekers van het eerste uur meteen op. Het leek toen ze nog in de sluis lag, leek het nog heel wat. Maar het is, hij valt tegen. Hij is hartstikke leuk. Maar vergeleken met de Batavia is het natuurlijk een kleintje. Ja. Wat weet u van de geschiedenis? Niks. 1600 of zo. Dat is lang geleden. Ja. Maar het is een replica, zal ik het verklappen? Dat had ik wel begrepen, ja. De Halve Maan vervoerde nooit vracht. Het had een heel eigen taak. Als het met een groot konvooi op pad ging en het dus grote schepen zoals de Batavia ging begeleiden naar de oost bijvoorbeeld, dan was het een soort van verkenningsschip, maar ook om informatie van het ene naar het andere schip over te brengen. Of wellicht de kustlijn te verkennen als het onbekende wateren waren. En al is het maar een klein scheepje, de Halve Maan werd groots onthaald. En dat bleek toch wel even schrikken voor de omstanders. Ja, want ik was aan het filmen, maar ik zal hem even zoeken. Dus bij elk filmpje gaat ongeveer het filmpje zo, want je schrik je rot van die kanonskogel. Maar u heeft één mooie foto gemaakt. Een hele mooie. Want wat zien we? We zien en de Halve Maan en het kanonschot hier vanaf de Batavia. Nou ja. Bijna vanaf de Batavia. Ja, de World Press foto, hij gaat naar u toe, hè? Ja, die zeker weten. Maar wereldberoemd. Bezoekers van Batavialand kunnen de Halve Maan bezichtigen. Het schip blijft tot en met 12 mei naast de Batavia aangemeerd liggen. Het oudste restaurant van Lelystad staat te koop. Het gaat om Italiaans restaurant Sorrento. Het bestaat al 40 jaar. De twee eigenaren, die er al heel wat jaren werken, vinden het genoeg geweest. Ze zijn toe aan wat anders. Patrick Voskamp was 15 jaar toen hij als afwasser aan het werk ging bij dit restaurant. En dat is nu zo'n 17 jaar geleden. Hij promoveerde naar de keuken en werd 5 jaar geleden zelfs eigenaar. Samen met zijn compagnon nam hij de zaak over die nu weer in de verkoop gaat. Ik denk dat het voor heel veel mensen in één keer binnenkomt als een bom. Zo van, wat gebeurt daar? Maar we hebben de keuze gemaakt om te stoppen omdat we beide een nieuwe uitdaging willen. Zeker omdat we beide al enorm lang werken. Maar ook tijd is voor wat anders. Zeker voor mij. En voor Jeffrey wil nog wel in de horeca blijven. Maar het zijn echt persoonlijke redenen? Het zijn echt een persoonlijke keuze is het geweest. Ja, het is ook niet omdat het niet goed gaat, want we hebben nog steeds hartstikke druk. En we zitten nog steeds onze schouders eronder. En we willen nog steeds ons best blijven doen. Vooral de laatste jaren waren zwaar. Patrick en zijn compagnon Jeffrey werden eigenaar vlak voordat de coronaperiode aanbrak. De lockdowns waren zwaar, maar ze hebben het overleefd door menu's te gaan bezorgen. Wat daarna wel bleef, was het harde werken. En dat is maar beperkt vol te houden. Ik wil gewoon iets anders doen. Ik denk dat ik weet dat ik de horeca uit wil. Lang genoeg in de horeca gezeten, maar ik denk dat het echt wel tijd is voor een nieuwe uitdaging. Heb je al enig idee wat je wil gaan doen? Nee, nog niet. Maar ik wil gewoon echt iets anders gaan doen. Alles is nu te koop, zoals de inboedel, maar ook de naam van het restaurant. Gehoopt wordt op een nieuwe eigenaar die onder dezelfde naam verder gaat. Maar tot die tijd blijft het restaurant in elk geval open. We willen allemaal nog leuke dingen gaan doen hier. In de aankomende periode. Dus we gaan nog gewoon met volle kracht vooruit. Er komt nog een nieuwe kaart aan, wat kleiner, wat compacter, maar wel gewoon goed, kwalitatief goed. En ja, dat is nog steeds waar we voor staan en voor blijven staan. En dat is wat we ook willen overdragen. Hoe lang gaat dat duren voordat je zo'n iemand gevonden hebt? Het kan binnen een half jaar zijn, het kan binnen een jaar zijn, maar het kan binnen anderhalf jaar zijn. Dat maakt op zich niet heel veel uit voor ons, omdat we nog steeds wel onze schouders eronder zetten.
Een plan wat de beide heren na de verkoop willen doen, is er nog niet. Behalve dan dat er al wel wordt nagedacht over een vakantie. Dat is wel wat ik ga doen, denk ik. Ja, en dan even goed gaan nadenken over wat ik in de toekomst ga doen. Dat weet je dus nog niet? Dat weet ik nog niet. En als ik het zou weten, zou ik het ook voor me houden. Want eerst de rente afronden en netjes afronden en mooi afronden. En dan kijken naar de toekomst. En dit was Flevoland Vandaag. Omroep Flevoland bestaat 35 jaar en daarom houden we aanstaande zaterdag 6 april open huis. Je bent van harte welkom tussen 10 en 3 uur voor een kijkje achter de schermen. En kom je ook, geef je dan nu op via omroepflevoland.nl/opendag. Moet je wel even doen. Fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.